In deze video gaan we aan de slag met kansverdelingen en het woord zegt het eigenlijk al, dat is een verdeling van de kansen. En als je de kansen gaat verdelen, dan doe je dat eigenlijk in een tabel en als controle moeten de kansen opgeteld 1 zijn. Je hebt tenslotte alle kansen berekend, dan moet je wel uitkomen op 1. Nou, stel je voor, ik heb een pot met daarin 10 knikkers en 3 zijn rood, 1 daarvan is wit en we hebben 6 blauwe. Dus we gaan even aan de slag met een voorbeeld. Nou hebben we onze grote vriend Thijs en die pakt dus zonder terugleggen 1 voor 1 een knikker uit de vaas. Totdat hij een blauwe pakt. X is dus het aantal keer dat Thijs een knikker pakt. En de vraag is dan, stel de kansverdeling op van x. Hoofdletter x is dan de toevalsvariabele. Dus we gaan even kijken, welke waarde kan x dan aannemen? Nou, x kan de waarde 1 aannemen. Dat moet je zo zien. Dus hij pakt uit die pot van 10 knikkers, pakt hij gelijk een blauwe. Maar de kleine letter x kan ook 2 aannemen. Dat is dus de situatie dat hij dus een niet-blauwe pakt. Dus een rode of een witte en dan een blauwe. Ik ga dat zometeen allemaal nog opschrijven. Maar het kan ook zo zijn dat hij dus een niet-blauwe pakt, weer een niet-blauwe en dan een blauwe. Het kan ook zo zijn dat hij dus 3 keer een rode of een witte pakt en dan een blauwe. En het kan ook zo zijn dat hij dus 4 keer een niet-blauwe pakt en dan een blauwe. Dus kleine letter x kan niet 6 aannemen, want dan heb je dus onderweg al een blauwe gepakt. Dan zetten we natuurlijk links onderin de kans dat de toevalsvariabele hoofdletter x, dus kleine letter x, aanneemt. Nou, dat gaan we dus aan de rechterkant, rechts onderin, gaan we dat even uitschrijven. Dus wat is de kans dat de toevalsvariabele 1 is? Dus met andere woorden, de kans dat hij gelijk een blauwe knikker pakt. Nou, je hebt dus 6 blauwe knikkers in de vaas. In de vaas zitten 10 knikkers, dus de kans is 0,6. Even opschrijven. Het kan ook zo zijn dat hij dus, dat de toevalsvariabele dus 2 is. En natuurlijk ook 3, 4, 5. Maar als het 2 is, dan heeft hij dus een niet-blauwe gepakt en een blauwe. Als hij een niet-blauwe pakt, dat is dus 4 van de 10. Dus die niet-blauwe heeft hij eruit gepakt. Dan heb je nog 9 knikkers in de pot zitten, waarvan 6 blauw. En afgerond is dat 0,267 en dat zetten we dus in de tabel. Als de toevalsvariabele 3 is, dan heeft hij dus 2 keer een niet-blauwe gepakt en dan een blauwe. Dus 4/10, 3/9. Dan heb je nog 6 blauwe in de vaas. Of 6 blauwe in de vaas. En in de vaas zitten in totaal nog 8. Dus keer 6/8. 0,1. De toevalsvariabele kan ook 4 zijn. Dus dat is een niet-blauwe, een niet-blauwe, een niet-blauwe. En dan pakt hij een blauwe. Dus 4/10 keer 3/9 keer 2/8. Dan heb je nog 7 knikkers in de vaas waarvan er 6 blauw zijn. En de laatste situatie, een niet-blauwe, een niet-blauwe, een niet-blauwe, een niet-blauwe. En dan pakt hij eindelijk een blauwe. En dan heb je dus 4/10 keer 3/9 keer 2/8 keer 1/7. Ja. En dan heb je dus nog 6 blauwe in de vaas. En in de vaas zitten in totaal nog 6. Dus keer 6/6. Dat hoef je in principe niet op te schrijven. Maar voor het complete plaatje. En dan kom je uit op 0,005. Nou, dat zetten we natuurlijk ook in de tabel. En de kansen moeten opgeteld 1 zijn. Dus dat gaan we nog eventjes controleren. En we komen dus een klein beetje hoger uit dan 1. Maar ja, we hebben ook 2 keer afgerond. En daar zit dus die 1/1000ste. Goed, dit is dus de video over kansverdelingen en dan hoop ik je de volgende keer weer te zien.